Goeiedag. U vraagt zich misschien af waarom ik eruit zie alsof ik een politicus op zijn hoofd heb geslagen en zijn outfit geroofd heb. Nou, dat zal ik u uitleggen. Dit volgende lied gaat over het premierschap. Er zitten eigenlijk, zoals u achter mij ziet, meerdere mensen in. Het gaat over meerdere mensen. Omdat er in Nederland nu sprake zou zijn van een tweestrijd tussen enerzijds Geert Wilders, anderzijds Mark Rutte. Maar dat is natuurlijk een stupide iets. Dat is twee kwade kiezen. Dat is net zoiets als tussen Emiel Roemer moeten kiezen of Mao Zedong. Of tussen noem nog eens wat slechts, tussen Alexander Pechtold en Jesse Klaver, zoiets. Nou, desalniettemin heb ik een mooi premierwaardig pak aangetrokken. En heb ik een lied over de tweestrijd en de man achter mij, Sybrand Buma, die ertussen hoopt te komen. Het torentje in Schravenhagen. Mark Rutte droomt daar van beleid, waarmee hij het volk kan behagen. Een economie die weer draait. Maar is straks niet hij maar Europa aan zet, en moet die betalen voor weer een pakket. Dan komen de centen van Jan met de pet. Een diefstal die niet is verboden bij wet. Dus de kiezer is altijd de dupe. De vraag is niet of maar is hoe. Want wordt Mark Rutte de grootste, dan slaat hij genadeloos toe. Daar buiten loopt Lodewijk Asscher. Dat is een grapje van mij. Moest toch iets grappigs in het lied. Dus natuurlijk, je weet, de premier die is zo klein, die is zo klein. Geert Wilders die geeft om zijn mensen. Hij kent ze zelfs allen bij naam. Ingrid en Henk, ja hij kent ze. Hij gunt ze een beter bestaan. Hij wil dat ons land uit Europa verdwijnt, zodat dan de kloof met de burger verkleint. Maar komt er daardoor economische pijn, dan weet u nu vast al wel voor wie die zal zijn. De kiezer is altijd de dupe. De vraag is niet of, maar is hoe. Want wordt straks Geert Wilders de grootste, dan slaat hij genadeloos toe. Dan heb je tot slot Sybrand Buma, de man die de tweestrijd betwist. Bij het Eén Vandaag mag hij geen debat voeren. Aan tafel wordt hij nooit gemist. Maar ieder debat deed hij stevast wel mee. Hij stond in de rode hoed, stond in carré. Dus de kiezer zegt tegen de tweestrijd straks nee. En kiest Sybrand Buma pardoes tot premier. Dus de kiezer is altijd de dupe. De vraag is niet of, maar is hoe. Want wordt Sybrand Buma de grootste, dan slaat hij genadeloos toe. Symbolisch.